Ja, beste Racing News 365 fans, hier staan we dan in Italië. En kijk eens achter mij, daar zien jullie Carlos Sainz. Nou ja, jullie zien hem eigenlijk niet, want hij staat tussen de fans, ofwel de Tifosi genoemd hier in Italië. Toch zijn er niet heel veel fans dit weekend op het circuit en dat is opvallend, want we zijn pas op de donderdag op het moment, we zien genoeg fans, maar toch zouden er nog niet veel tickets zijn verkocht. Door de COVID-restricties mag het circuit natuurlijk ook niet een full house zijn. En zal er dus maar een beperkte oplage aan tickets zijn. Maar ook die krijgt men nog niet verkocht. We hebben wat mensen gesproken op de paddock. Zij hebben ons gezegd van ja, de kaartjes zijn ook heel duur. Het is misschien toch de COVID. Maar bovenal zijn het ook de prestaties van Ferrari die behoorlijk tegenvallen. Niet alleen dit seizoen, maar natuurlijk ook vorig seizoen. Ja, was het al niet veel met Ferrari. Dus ja, dat zal natuurlijk ongetwijfeld meespelen. Al gaan we de Ferrari-coureurs, zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz, die denk ik aan het vertrekken is, aan dat zij eigenlijk ja, toch genoeg aandacht krijgen van alle fans. Ze voelen zich echt hier thuis in Italië, terwijl het natuurlijk beide geen Italianen zijn. Nou, wie zich deze week waarschijnlijk ook weer thuis zal voelen, en vorige week al helemaal, is natuurlijk Max Verstappen. Hij was vandaag heel rustig in de mediasessies. Was blij natuurlijk dat zijn voormalig teamgenoot Alexander Albon volgend jaar een zitje heeft. Ja, wat dat betreft was het eigenlijk ook concurrent Lewis Hamilton die vrij rustig was. Hij bleef nuchter onder het feit dat volgend jaar George Russell aan zijn zijde zal rijden. Want Valtteri Bottas is vertrokken naar Alfa Romeo. Nou, bij Alfa Romeo, daar zit nog wel een Nederlandse invalshoek in. Daarom sprak onze topjournalist Dieter Renke op het circuit met Frédéric Vasseur, de teambaas van Sauber Alfa Romeo. Hij sprak daar over de toekomst van Nick de Vries. Want er is op het moment natuurlijk nog een zitje vrij. Antonio Giovinazzi, zijn contract is nog niet verlengd. En het zou zomaar kunnen zijn dat we volgend jaar dus de tweede Nederlander op de grid hebben in de naam van Nick de Vries. Toch wilde Vasseur aan ons laten weten dat hij zijn keuze nog niet heeft gemaakt. Dat hij ook het jonge talent in de Formule 2 en Formule 3 de komende weken nog goed wil bekijken. Om daarna pas een beslissing te nemen. Dus dat gaat nog even duren. En daarnaast, we spraken vorige week ook met Antonio Giovinazzi op het circuit van Zandvoort. En hij liet ons weten dat hij natuurlijk graag het huidige zitje bij Alfa Romeo hoopt te behouden. Dus Antonio Giovinazzi, vorige week 7 in de kwalificatie, doet het zeker niet slecht. Maar of het genoeg is om zijn zitje te behouden, dat is nog onduidelijk. Laten wij natuurlijk als Nederlanders vooral hopen op een tweede Nederlandse Formule 1-coureur. Voor de rest, weinig nieuws nog vanuit Italië. Maar blijf het natuurlijk allemaal op onze site volgen. Zoals gezegd zijn we hier op het circuit met 2 man sterk vertegenwoordigd. En is de redactie in Eindhoven iedere dag volop bezig om jullie te voorzien van het laatste nieuws. Morgen de kwalificatie, niet vergeten. We hebben dit weekend natuurlijk een sprintkwalificatie op de zaterdag. En dat betekent dat de kwalificatie, de normale kwalificatie, morgenavond plaats zal vinden hier op het circuit van Monza. Zoals gezegd, wil je niks missen? Kijk dan natuurlijk op RacingNews365.nl. Maar volg natuurlijk ook het YouTube kanaal. Mocht je iets willen laten weten, mocht je iets willen vragen, reageer onder in de comments. En dan spreken wij elkaar morgen weer.